Schoolcampus Porteum in Lelystad is dringend op zoek naar nieuwe docenten. Ook wordt er gezocht naar onder andere een roostermaker en een hoofdfacilitaire dienst. Els den Boer, hoofd personele zaken van Porteum. Goedemiddag. 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 Naar hoeveel docenten zijn jullie op zoek? Nou, u noemde net vacatures, dat zijn geen docenten. Dat zijn onderwijsondersteuners. Maar op dit moment hebben we 8 tot 10 docenten vacatures openstaan. Dat is heel variabel. Er zijn reguliere uren vacatures bij, maar ook vervanging zwangerschap, vervanging ziekte. Ja, maar in totaal, hoeveel vacatures zijn er in totaal dan? Als u naast de docenten ook de assistenten of de hoofdfacilitaire dienst? Ondersteunende mensen. Hoeveel in totaal? Dan hebben we wel 10 vacatures openstaan, ja, op dit moment. Ja, hoe groot is het om om die problemen op te lossen? Er zijn natuurlijk heel veel scholen die op zoek zijn naar personeel op dit moment. Nou, dat is het, hè. Dat is het. We hebben te maken met een lerarentekort. Dat lerarentekort, dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Hebben we de laatste jaren mee te maken gehad. Docenten wiskunde zijn met een lampje bijna niet te zoeken. Dat betreft dan vooral de tekortvakken ook. Andere vakken kunnen we echt makkelijk docenten voor vinden. En we hebben natuurlijk te maken met corona. Met mensen, docenten die in quarantaine zitten, die thuis moeten zijn. Nou, dan ga je digitaal lesgeven of je gaat een andere oplossing zoeken. Maar ook docenten van extern aantrekken. Ja, de nieuwe schoolcampus is sinds september geopend. Waren die problemen er al vanaf het eerste moment? Ja, kijk, het aantal vacatures is meestal wisselend. We zijn Porteum gestart. En ik moet even graven in mijn geheugen, maar 2 vacatures hadden we nog niet ingevuld bij de start. En dat was een vacature Nederlands in het VMBO. Dat zijn ook hele moeilijke vacatures om in te vullen. En ik meen een vacature Engels. Nou, dat is ongeveer net zo moeilijk. Ja, op zoek dus naar Nederlands en Engels. In ieder geval, wiskunde komt er ook nog een keer bij. Even wat anders. Een roostermaker, daar bent u ook naar op zoek. Dat is wel essentieel, lijkt mij, hè, om die roosters compleet te krijgen. Ja, ja. We hebben een hele goede hoofdroostermaker. Die doet op dit moment de roosters samen met haar team. Ze heeft 2 mensen in het team zitten voor heel Porteum. Dus ook voor zowel voor lyceum als voor college. En we hebben gedacht van, nou, we gaan dat toch splitsen. In het begin dachten we van, oké, dat gaat lukken. 1 roosterbureau voor allebei de clusterscholen. Maar nu zoeken we er eentje bij. Ja, heel goed. Ik heb ook begrepen dat de ouders zich kunnen omscholen. Hoe zit dat? Ja. Ja, we hebben gemeend om de ouders nog meer te gaan betrekken bij onze scholen. En we hebben een brief gestuurd. En daarin hebben wij gezegd van oké, je kunt onze vacatures delen. Dan wordt ons netwerk natuurlijk een stukje groter. En de vijver waarin we vissen ook. Wat vacatures betreft, invulling van vacatures. Maar ja, we hebben ook gezegd, we hebben 3500 leerlingen. Daar horen een heleboel ouders bij. Wellicht dat er mensen tussen zitten die een lang gekoesterde droom voor het onderwijs waar willen maken. Nou, en op dit moment zijn daar de mogelijkheden best wel heel groot voor, landelijk gezien. Met zij-instroomtrajecten en gefinancierde studiemogelijkheden. Ja, begrijpelijk. Laatste vraag. Stel nou dat ik daar interesse in heb. Op de website staan alle vacatures achter elkaar? Ja. Ja, op de website staan ze, werkenbijporteum.nl. En daar is ook een digitaal aanmeldformulier. Dus daar kun je je aanmelden als betrokkenen bij Porteum. En je kunt zelfs vragen stellen. Ik heb inmiddels al een 10-tal reacties van ouders. Dat zijn dan niet direct aanmeldingen, zo van ik wil docent wiskunde worden of zo. Maar wel om eens te komen praten, wat zijn de mogelijkheden? Dus daar staan we open voor. Ja, nou ja, dan gaan we daar even naar klikken. Werkenbijporteum.nl. Els den Boer van Porteum in Lelystad, dank u wel.